Dit is de tweede manche van de Veldrit Trofee Vlaanderen. De eerste die werd gewonnen door Meeuwsen. En u ziet dat het er glibberig bij ligt. Die afdaling die is razend gevaarlijk. Zoek niet naar die Meeuwsen en naar de geselecteerde voor het Europees kampioenschap. Want die passen hier vandaag. Vooral om straks in Pontchâteau heel goed voor de dag te komen. Wie zijn wel goed hier? Drie Schoofaerts in tweede positie in het geel. En de man voor hem, dat is Dennis van Endert. Dat is een Limburg uit het verre Hamond. En die doet het uitstekend. Schoofaerts is bij de pinken. In de achtergrond wordt het tempo bepaald door onder meer de dekker, maar ook door een Paul Janiszewski die in het begin nog aardig meedoet. Op de flanken van de Koppenberg zien we voortdurend die drie Schoofaerts uit Gierle tempo maken. Maar in de afdaling heeft hij het vaak moeilijk en moet hij corrigeren. En daardoor kan de overigens krachtige van Endert altijd wel weer bijbenen. Maar ik moet zeggen, zoals het is, de tempobul vooral op de heuveltjes heet Govaerts. In de achtergrond is het wat te samentroepen met de dekker, met Van Akker, de Klein, Verpoorten. U hoort het, dat zijn niet de meest bekende namen. Dan krijgen we weer zo'n zwierige aanval van de student kunsthumaniora, Govaerts dus. En dan krijg je toch de indruk dat Van Ender definitief past. Die Govaerts doet ons een klein beetje denken aan Alexander Vinokourov. Maar daar stopt die vergelijking voorlopig ook. Al moet ik wel zeggen dat hij heel goed bergop rijdt. Een man die ook in het mountainbiken uitstekende dingen laat zien. Hij wint de tweede reeks van de Veldrit-trofee Vlaanderen voor Dennis van Endert. Dave de Klein is een goede derde. De Dekker is vierde. Van Akker vijfde. En Verboven wordt zesde. Dit is de Berchemstraat. De Klein dus voor de Dekker en Van Akker. Het podium met deze 17-jarige winnaar. En hij mag nog eens terugkomen, want hij is ook de nieuwe leider in het tussenklassement Veldrit Trofee Vlaanderen. Hij neemt die trui over van Tom Meeuwsen. Dank u wel. 4-4 voor Albert Erfemeer. Rudder voor de Kalmthout, Sint-Michiels Gestel. Overal waar hij startte bij de belofte won hij. Soetens, de Belgische kampioen, rijdt voor eigen volk. En de rest gaat erbij liggen. De Busseren en een paar anderen, die worden wat opgehouden, verliezen daar toch wel een beetje terrein. Maar het is allemaal zonder veel erg, ze kunnen weer op pad. Maar op dat ogenblik begint hij al aan een solotocht. We zien de Belgische kampioen Soetes en Stibar een inspanning doen om dat tempo van Albert bij te benen, maar het lukt ze niet. De eerste, de beste Lendruk, en hij heeft zo 10 seconden. 19 jaar, Brabander uit Baal. Dan de Oost-Vlaming Soetes, dan Stibar. Stibar die telkens op de klim het tempo bepaalt. De wereldkampioen van St. Wendel, die ook daar bewees bergop fantastische dingen te kunnen laten zien. De man in tweede positie, dat is Rob Peters. Dat is de neef van Wilfried Peters, de ploegleider van Quickstep Energetic. De passage op 5 ronden van het einde. Albert met een zee van voorsprong op Stibar, die te vergeefs probeert weg te rijden. En wel eens die geniet van de kunde van Albert. Kijk naar Stibar, dan Soetens. En in de achtergrond van Turnhout met de lange Peters. En ook Klocek, dat is een Tsjech. De gebroeders Klocek doen hier overigens mee. En ze zullen allebei in de top 8 eindigen. Van Turnhout hier in het spoor van František Klocek. En dan de geitje van Niels Albert. Deed het ook al uitstekend bij de profs met 2 tweede plaatsen. Een keertje derde in Zonhoven en dan vijfde in Neerpelt. En ook een handigheidje hier van Stibar die daardoor Peters in de fout dwingt. Een prachtig decor. En daar kan deze Kevin Pauwels jammer genoeg niet van genieten. Hij verzeilt in de achtergrond en verliest uiteindelijk 2 minuten 20. Stibar. Op anderhalve ronde van het einde denkt hij, het is goed geweest, ik rij er vandoor. Aan mij die tweede plaats. Dan heeft hij toch aan die Peters een taaie klant. Die wil niet zomaar passen. Soetens heeft het moeilijker. Hij is dan al 40, 45 seconden weggereden. Het is en het blijft lastig, maar hij kan zich in die laatste ronde de weelde permitteren wat gas terug te nemen. Kijk naar de moedige Rob Peters. Die is achter de rug van Soetens weggereden. En die gaat zo alleen naar de wereldkampioen Stibar. Ik denk dat die Peters nog een enorme progressiemarge heeft. En hij gaat meteen naar de kop. Zet Stibar onder druk. En wat doet Soetens? Die denkt, die twee gaan elkaar beloeren. Ik plaats een tussensprintje. Ik kom er nog wel bij. En dat lukt hem ook. Hij is ondertussen al ver weg. En hij wint 5-5 voor Niels Albert. Hij wordt wellicht Europees kampioen in Pontchâteau. De sprint voor de tweede plaats. Wereldkampioen Stibar voor Rob Peters. Soetens is een goede vierde. Dieter van Turnhout is vijfde.
Kloetschek zesde, František Pauwels zevende en Lukas Kloetschek achtste. Maar de grote man is Niels Albert. We zijn weg op de Bergenweg. Het is nog moeilijk om te zeggen hoeveel ronden er in totaal zullen moeten afgelegd worden. Het zou wel eens kunnen dat men niet al te voortvarend van start gaat. Dat is hier eigenlijk ook niet nodig. Hier, van geen belang. Als je de kans krijgt van goed in het veld te komen, neemt je dat mee. Maar het is geen must. Je hebt tijd zat voor terug te komen. In de Gazette van Antwerpen Trofee Veldrijden had je vorig jaar een bijzonder klassement. Het tussensprintklassement, dat mag je nu schrappen. Het gaat niet meer door en het gaat heel langzaam, Paul. Het is ook wind op kop. De wind is een klein beetje gelegen, dus, maar het is nog altijd wel wind op kop. Maar te straks, toen dat de jeugd moest rijden, toen was het echt... dat was buiken tegen de wind in. Echt Ronde van Vlaanderen weer toen. Komijnen heeft de eer als eerste die eerste grasstrook te nemen. Ik zie ook Groenendaal goed meegaan. Ik zag ook dat Jonathan Page goed zat. De favorieten laten voorlopig begaan in de wetenschap straks. Op de Rotelenberg, want zo heet de Koppenberg eigenlijk op alle topografische kaarten. Heb ik nog tijd genoeg om naar voren te schuiven? Ja, ze hebben er ervaring mee. Dus ze hebben hier ook al meer dan één keer gereden. Dus ze weten perfect dat het niet belangrijk is van die eerste ronde. Daar ligt nog niks te rapen. Dat is pas na een uur. Dan worden de prijzen gegeven. Helemaal niet belangrijk van nu al in de spits te zitten. Groenendaal is zwaar ten val gekomen in Tabor. Hij zat bij ons op het vliegtuig naar Brussel. En dat was echt bekkentrekken van de pijn. Vandaar dat hij niet verder kwam dan een 11e plaats voor eigen volk in Sint-Michielsgestel. Als hij goed is, moet hij hier vandaag zeker beter voor de dag. Heeft het hier altijd al gekund? De wedstrijd altijd mee kleur gegeven. Maar ja, als je zo tegen de grond gesmakt wordt, en dat valt niet mee. Dus het is maar een paar dagen later en ze staan hier weer. Nijs zit daar links een beetje te drummen. Hopen dat daar een gaatje valt, dan glipt hij daar wel meteen tussendoor. We zien Vervecken ook nog vrij ver zitten. Heb jij wel eens al ontdekt? Ik heb hem één blik van opgevangen en dat was daar straks rond de 15e plaats pas. En dat is nog niet echt verbeterd. Hier moet hij ergens tussen zitten. En dan een paar mindere goden die zich naar boven hijsen in de hoop toch één keer in beeld te komen. Kijk naar de massa. Toen de jeugd hier op pad was, was het duidelijk nog minder. En dan denk je, oei, het is vandaag een klein beetje minder dan de voorbije jaren. Maar nee hoor, ik schat dat er weer een goede 10.000 man tegen die bergwand plakt. Die afdaling, Paul? Ja, nu moeten we gaan kijken. Dus, want rond 2 uur is er toch nog een mooi buitje naar beneden gekomen. En het heeft toch het parcours terug een beetje vettig gemaakt. En natuurlijk gevaarlijk dan, hè, naar beneden rijden tegen die snelheden. Het is slijk, dus, maar de definitieve afdaling die moet nog komen. Dus nu hebben ze een klein detailje gekregen van het parcours. Dus maar het echte naar beneden rijden, dat moet nog komen. Eerst een top bereiken en dan vliegen ze naar beneden. Nu we daar nog de tijd voor hebben, ook de vrouwen hebben hier gekoerst. Daphne van den Brand was weer de beste voor Reza Ormes Ravenstein. En Veerle Ingels was derde. Veerle Ingels, Belgisch kampioene en vriendin van. Bart Welles dus, hè. Het is een beetje vergeefs zoeken naar Bart Welles. De mannen van Palmans doen dat goed. Daar op de tweede rij zitten ze. Met de Komijnen, die als je goede klimmer altijd goed voor de dag komt. En waar zitten de favorieten? Daar komt de wereldkampioen. Nijs. En Bart Welles. Duurt wel een tijd, hè? Ja. Heeft hij nu al problemen? Of... Dit is hem. Dit is hem. Ja. Ja, dit is toch... Dat is een eind, hè? Ja, ja. Of gaat hij hier een showtje opvoeren? Ja, dat weet ik niet. Dus je moet pakken. Wil de aanspraak maken op de overwinning, moet het toch in de buurt van Sven Nijs blijven. En zoveel lef zal hem toch niet hebben dat hem 10 seconden of 15 seconden gaat prijsgeven. Hè? Maar kijk, daar waar velen al lopen, blijft hij op de fiets. Ja. Het is in elk geval een stuk lastiger geworden dan bij de juniors. En hij moet van de fiets ook. Ja. Op 11 seconden zit hij. Ja, dan moet verandering inkomen. Dus waarschijnlijk gaat hem... Ja, de materiaalpost moeten opzoeken, hè, want hij heeft daar straks over tubes bezig geweest. Hij ging iets proberen. En als dat niet lukte, zal hem de materiaalpost toch in moeten voor een andere fiets. En ik denk dat het nu al het geval is, Paul. Jawel. De lus loopt hem tegemoet. Het is zo dat Nijs meer dan waarschijnlijk met nieuwe tubes gaat uitpakken. De zogeheten Rino's, die zijn gemaakt door Richard Nieuwhuis. Met een nieuw profiel.
de centraal gelegen noppen wat dichter opeen, wat langer ook, waarmee je meer tempo kunt maken. En zeg maar dat het aan het materiaal lag, want Siem is vliegen. Ja, 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 hij vliegt alles voorbij. Dus hij zat daar in de buurt van Arne Daalmans en valpartij. En wie maakt die valpartij? Nijs. Het is niet waar. Ja. Ook hij dus. Ja, ik zeg het, ze zijn nu naar beneden aan het rijden. Om 2 uur, dus een uur geleden, is hier een bui uit de lucht gekomen. Dus die dat het parcours toch echt wel eens getint hebben. Dus we gaan zien of dat Bart hier kan recht blijven. Dus... Dat is hem nu in de bocht. Nijs tegen de vlakte. Wel eens te voet. En dat allemaal in de eerste ronde. We gaan nog eens kijken. Een klein duwtje daar. Ja, dat was daar wel... een slipper. Het achterwiel dat wegleidt. Ja. Van de fiets af. En dan denk je, ik moet stand TPD wisselen. Ja. En dan gaat Nijs erbij liggen. Ja, ik denk toch dat het een keuzeprobleem was van zijn tubus. Dus op dit beeld kon ik niet uitmaken, stond hij lek of niet? Dus dat is de vraag. Dus, want als je met een lekkend tube, ja, daar komt te staan bergop, ja, daar staat hij geparkeerd. En Zlamalik die denkt, jongens, als het zo zit, ik ga er een lap op geven. Ja, hij heeft de kans nu. Hè. Dus de vedette, de echte tenoren, moeien er zich nog niet direct mee. Het is de moment voor in beeld te komen. Dan zitten we hier met Van Noppen, met Nijs, ook Arnouds, ook altijd goed als de bodem glibberig is en lichtgewicht, weet u wel. Hier Komijnen met Fransooi, ook Simonek van Tournaut, hier is Welles en dat is op 12 seconden van Zlamalik. Hier Vervekken. Die is al lek, zeg. Die is al lek. Dus als je op deze plaats de voet volledig uit het pedaal moet gaan klikken, dan zijn er problemen. Maar ik zie ook Daalmans hetzelfde doen. Hier zit nu Van Gils pas, nog niet echt op dreef zoals hij dat vorig jaar, vooral naar het einde van het seizoen toe was. Hier is Geert Welles en Zlamalik, die ook al verbazend sterk voor de dag kwam in Tabor, daar uiteindelijk zesde werd, maar mee de wedstrijd kleurde en een uitzonderlijk hoog tempo wist te ontwikkelen samen met Lasken Ausboer. Hou rekening met de Tsjechen, hè. Dus voorlopig staan er 3. Bij de eerste 10 in de UCI-stand, dat is niet voor niets. Ze zijn echt sterk op dreef. Voilà, dat is een voorsprong van een goede 80 meter zeker. In seconden uitgedrukt een stuk of 8, neem ik aan. Nijs die denkt, maar waar blijft hij wel eens? Is die al zo ver weg? Ja, moet tegen wil en dank zo vroeg de wedstrijd eigenlijk een beetje mee in handen nemen. Dus hij weet dat Bart in de achtergrond geslagen is door een klein incidentje. En hij moet daar iets mee doen. Hier is Bart. Ja. Overal voorbij glippen. Gaat hem toch wel wat energie kosten. 20 seconden zou het verschil zijn. Van Nuffel goed mee hoor. Ja. In het spoor van Van Noppen. Ook Gadré, hier vorig jaar derde. Ook hij een licht gewicht. Dat komt eigenlijk altijd terug, hoor. Mm-hmm. Ja. Dit is een costo. En eindelijk is het cross, hè. Dus je moet pakken, gelijk Van Nuffel ook. Die zitten al te roepen over een beetje modder. En eindelijk is er dat, die geilen op zo'n parcours. Dus ja, dat is het ergste dat ze moeten hebben. Nee, is toch nog niet echt versnellend. Gewoon tempo makend. En Peets die daar nog meegaat, ze zitten met de daver op het lijf, hoor. Hij is ontkomen. Ja, Bart rijdt alles voorbij. Kan natuurlijk, mag zeker de fout niet maken van te geweldig te keer gaan. Want het motorken hier opblazen is heel snel gebeurd. Op wie heb jij gespeeld vandaag? Je hebt de slimmere kaart gehad. Ik heb het een beetje de linken uitgangen. Dus ik heb op beide partijen gespeeld. Dus dat wil zeggen... Nijs en Welles. Op Nijs en Welles. Nijs en Danseuse, die denkt, nu is het moment. En Renate. Ja, eerste keer van op de Koppenberg. En de voorsprong van Zlamalik is nu nog 6 seconden. Nijs die versnelt met Komijnen, met Van Uffel, met Gadré, met ook Arnouds. En dan kijken we naar Welles, die nu op 14 seconden vond. En je hoort het, Michel, heel veel volk, heel veel aanmoedigingen. Van Tournaut op 20 seconden nu. Blijven geven, Renaat. Ik voel dat de topvorm komt. Hier in de achtergrond nog een paar mannen van Fileas. Vervekken ver, hoor. Ja, ja, maar ja, zeg het ook op voorhand. Hè. Dus, dat is het zwarte beest voor hem. Hè. Dus als dit voorbij is, kan het voor hem eigenlijk allemaal niet meer stuk gaan. Dan zijn er weinige parcours waar hij nog moet bang van hebben. Nijs neemt nu toch het initiatief. Ja, wil naar Zlamalik toe. Ga voluit nu, hè. Ja. En denkt... Ik ga op die manier wel eens onder druk zetten, dat hij het gat maar dichtrijdt. Tja, en moet er nog geweldig veel passeren. Hè? Dus zie maar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rond de 9e positie zit hij nu.
Dat is elke keer wel wachten totdat de moment zich voordoet. Want je kunt zomaar niet in volle afdaling alles voorbij gaan rijden. Je moet hier altijd blijven rekening houden met wat nog komt. Ik heb Groenendaal zich hier ooit weten vergissen van Uffel, die heel even in de puree zat. Ik heb Groenendaal zich ooit weten vergissen. Die dacht van, oh, het is hier gedaan. En hij moest nog een ronde en hij zat steendood. Ja. Bartje Arnouds ook weer sterk. Zit nu in het wiel van Tim van Uffel op de vierde plaats. Wel eens nu al circa zesde, zevende plaats. Misschien al iets dichter. En voortdurend op de trappers lopend. Van Noppen voorbij. Hier is hem. Ja, krijg het warm. Rits open. Op 8 seconden. Dat waren er 20. Slamalik links. Nijs kiest een ander traject. En kiest voor het lopen. Misschien is dat naarmate de wedstrijd vordert hier wel de goede keuze. Belangrijk stuk hier. Hè? Ja, nu redt Bart rijden, zullen we maar zeggen, vliegen. En indruk maken, hè? Ja. Voilà. Blijft op de fiets, al is het daar verdomd het is lastig. Echt wel moeilijk, ja, ja. Ja, daar win je eigenlijk geen meter mee door daar op de fiets te blijven. Ja, een beetje... Nijswissel. Nijswissel, ja. Ja, het is een beetje zoeken nu, hè. Dus je moet pakken. Ze hebben allemaal getraind op een vrij droog parcours. Dus na de training is pas de regen gekomen. En dan, ja, dan kom je op een andere situatie terecht. En hier nog eens wisselen bij Fidea. Weer wel eens. Ja. Is het aangewezen om te wisselen om de ronde? Het zal toch wel noodzakelijk geweest zijn. Dus de eerste keer dat hij wisselde, heeft hem nog iets achterna geroepen naar zijn vader. Wat dat er moest gebeuren met de fiets. Eventueel druk aflaten of eventueel een andere type met minder of meer grip. Zoals dat ook in Kalm dat het geval was. Wisselen en dan weer naar zijn originele fiets grijpen. Nijs wacht. Op Slamalik. Slamalik die met heel veel risico door die bocht gaat. En Gadré die ook terugkomt. De mensen zien daar hier is wel eens al. Dat is spektakel van de bovenste plank. Daar Slamalik. Is wel eens al. Slamalik. Ja, die legt zich helemaal dwars. Gadré er binnendoor. Ook wel eens. Kan hier rap genoeg gaan voor wel eens. Dan Arnouds. Dan Slamalik. Oh, daar spektakel te beleven. Wat een gesukkel, wat een getafel in de achtergrond. Ja, maar het is misschien wel een getafel, maar ze rijden wel deze moment zo goed als op ijzen. En dat allemaal door die stortbui dus van een klein uur geleden. Welles. Oh, ziet hem tekeer gaan. Met de vaart ter volkere. Gaat er even voorbij. Mentaal natuurlijk heel sterk. Hè? Dus als je kunt terugkomen, 20 seconden achterstand en je verpulvert dat op plus minus een halve ronde, dan staat de mentaal heel, heel sterk. De manier waarop hij door die bochten gaat, dat is echt adembenemend. Zagen we ook al in Sint-Michielsgestel. En zitten daardoor. Hij is enorm onder druk. Die kijkt en die ziet van oei. Ja, benen stil nu natuurlijk. Hè? Dus onbegonnen werk van nu nog door te gaan. Had er zo een turbo achter u zit, stilletjes wachten. Dus Nijs, met Welles, met Arnouds, met Gadré, dan Slamalik. In de achtergrond zien we Van Uffel komen. Met Tom van Oppen. En dan Frans Hooy. Hier van Tournout pas. In het spoor van Ausboer. Met Komijnen ook. Dan Wim Jacobs met Page. En hier pas Groenendaal. Ja. Komt ongelegen natuurlijk hè, voor Groenendaal. Als je zoiets meemaakt, een paar dagen van tevoren, een zware valpartij, ja, dan komt de Koppenberg echt ongelegen. Kijk ook naar de vlaggen, dames en heren. De wind speelt hier voortdurend een rol. En als het echt hard tegen onzacht is, dan kun je maar beter met een paar mensen op pad blijven, vooral in die laatste rechte lijn. Hier dus, waar die wind pal in het aangezicht blaast. Paul heeft wel gelijk als hij zegt, is wel een klein beetje gaan liggen. Dat doet het tempo ook wat. Nijs wat getemporiseerd. Wel eens mee. Arnouds, Gadré en Slamalik. Ook een glimmertje natuurlijk, Gadré. Het moet gezegd worden, ik heb vastgesteld dat Albert hier sneller rijdt dan zijn twee concurrenten hier bij de profs. Een ronde van 6.48. Ik heb Arnouds hier rondetijden zien noteren van 6.15. Maar het lag toen nog een stuk droger. Ja, dat heeft er natuurlijk veel mee te maken. Hè. Dus bergaf kun je niet alle risico's niet meer nemen, want dan zit je onder de koor. Dan ligt het tussen het publiek.
Er moeten in totaal 9 ronden afgelegd worden. Dat wil zeggen dat we nu nog een kleine 7 ronden moeten rijden. Bij de volgende passage nog 6. Dus toch maar niet aan de verleiding weerstaan om 10 ronden rond te rijden, want dat zou moord geweest zijn. Renaat. Ja, ik sta in de materiaalpost en ik zie dat ze bij het kamp Welles veel sleutelen. Nieuwe fiets klaargemaakt voor Bart Welles. Lucien Welles, de pa van Bart, staat bij me. Wat hebben jullie gedaan? Ik zie dat de bandendruk wordt aangepast. Ja, we zijn gestart met harde banden. Ik denk dat we wat paddeleren op de kasseistrook en dat we nu een beetje platter moeten zetten. Zo in de af veel beter nu. Misschien, ja. Net is twee keer een wissel en hij zijn we ook al zien wisselen. Zo. Ik denk dat met die regen zo nu de bandenspanning een groot probleem is. Dankjewel, Lucien. Spanning ook hier op de Koppenberg. Met Welles die resoluut doortrekt. Er was heel even een impuls van Gadrey. En dan dacht hij, jij niet vriend, ik kan dat beter. De strijd van de nu al geslagene in de achtergrond. Met Frans Hooy. Van Oppen een tand groter, wat moeizamer ook. Van Nuffel, die misschien een klein beetje zijn snelle start bekoopt. Hij gaat er tekeer, Wes. Klaas van Tornhout doet het ook uitstekend. Dat is die lange opgeschoten blauwe jongen. We hebben die hier in het verleden ook al mooie dingen zien doen en ook zien winnen bij de belofte. Het is altijd zo moeilijk als je dan de overstap moet maken bij de profs. Dan mag je al tevreden zijn dat je hier een top 10 plaats uit de brand sleept. De twee tenoren samen. Ja. Arnouds, van wie ik nog altijd geloof dat zijn tijd nog moet komen. Nog een jaar of twee. Een langzame groeier. Dat mogen we wel zeggen. Dus, maar altijd progressiemakend en jaar na jaar. En ja, dit jaar is het wel een forse stap vooraan. Hè? Vooruitgezet dat hem nu heeft. De wereldkampioen bij de juniors, Sint-Michielsgestel, in het jaar 2000. Als ze nu in de volgende bocht komen, is het een belangrijk stukje. Hè. Dus, Sven loopt er altijd, Bart probeert daar altijd te fietsen. Nu gaan we dus overduidelijk kunnen zien wat het beste is. Hè. Het lijkt me is leuk, bij wijze van therapie thuis, van bezigheidstherapie, om te chronometreren hoeveel van zijn tijd Bart wel eens gebruikt om op de trappers te lopen. Hier is het. Ja. Hij doet de deur dicht. Ja, telt iedereen. Kan, met een handigheid kun je je tegenstander ook van de fiets brengen. Ja, ja, ja. Maar met het lopen krijg je Nijs niet makkelijk meer klein. Nu hij daar sinds vorig jaar fanatiek op traint. Op de Balenberg. Laten we zeggen op het parcours waar met nieuwjaarsdag de cross gereden wordt. Hier is Bart daar nou achteruit geslagen. Net. Ja. Zat nog in derde positie, nu ineens een stuk achter de derde. Het volstaat dat je ergens patineert in je prijs, hè? Ja, ja. Of hoe zei vader wel eens dat? Hij gebruikte nog een ander woord. Paddeleren of zoiets. Ja. Volgende ronde gaat hij wisselen. Doet Bart wel eens teken aan zijn box. En Nijs gaat als eerste over de top van de Koppenberg. Gadrey is derde op 4 secondjes. Dan zien we Arnouds zich naar boven zwoegen. Wat een beelden, wat een inspanningen worden hier geleverd. Arnouds op 9 seconden op de top. Slamalik nog altijd knap op een zeer goede placering op 15 seconden. En dan gaapt het gat. Een groot gat is dat hier op de top. We zien Van Loppen dan als volgende zich naar boven sleuren. Frans Hooy gooit zijn zonnebril weg. Dat alle ballast overboord. Van Loppen boven op de top op 28 seconden is dat. Frans Hooy op 30. En dan komt Groenendaal. Groenendaal, dat wordt dan een verschil van boven de halve minuut. Richard Groenendaal op 36 seconden. En dan nog een duo van Tournout met Klaas van Tornhout. Die volgen op 40 seconden. Dat is de passage op de top van de Koppenberg. En de twee vooraan die zich voor elkaar voortdurend blijven aftasten en dan altijd maar hopen dat je recht blijft en vooral geen fouten maken. Nijs blijft in de pedalen, we zagen daar wel eens heel even corrigeren, maar veel heeft dat niet te betekenen. Nee, nu is het echt een kwestie van niet in het wiel rijden, dus als er iemand voor u valt, ja, dan zit je daar onmiddellijk bovenop en best een mooi gaatje laten. Dus bergaf, dat is geen enkel probleem om daar 10, 15 meters tussen te laten. Ik had het erover op de vlucht naar Tabor met Groenendaal, die zegt de vooruitgang die geboekt is in het bochtenwerk, dat mag je rustig 10% vooruitgang noemen in vergelijking met een jaar of 7, 8 geleden. Het is vaak op het randje, het bochtenwerk. Tja, dat zal zo altijd wel geweest zijn, denk ik. Hij zei ook, Paul, en dat is misschien ook wel een beetje een steek naar de mannen van jouw periode. Die mannen van toen die zouden nu niet eens meedoen voor de top 10. Gezien de snelheid die nu ontwikkeld wordt. Ja.
dat is niet dikwijls dat ik schaakmat sta, dus per nu, daar ga ik niet op reageren. Dus ik vind ieders van zijn tijd die daar aan de top heeft gestaan, die heeft zijn verdiensten eraan. En ja, vroeger was er ook niet het materiaal waarschijnlijk. Hij heeft natuurlijk wel recht van praten, Paul, want hij heeft die tijd ook meegemaakt. Hij is mee geëvolueerd. Jawel, maar Vervecken is ook mee geëvolueerd. Je moet pakken, ik heb er ook tegen die mannen. Toen hebben ze mij ook niet echt uit de wielen gereden, dus verre van zelfs. Laten we maar stellen dat hij voor zijn sport opkomt en dat het eigenlijk een beetje verleden tijd is dat je van de weg even overkomt en zegt van ga ze die een keer tonen, dat is gedaan. Ja. De twee van wie we het verwachten, helemaal voorin. En komt er nog wat uit de achtergrond? Een Gadret bijvoorbeeld. We zijn weer op de Bergenweg. 6-6 is die tussenstand. Bij Welles is dat 6 op 9, bij Nijs is dat 6 op 10. Ja, ze zijn terug bij elkaar. Het allermooiste is er voorlopig even af. Dus gelijk daar straks met die pech van Welles. Of het tubeprobleem, zullen we maar zeggen. Nijs op de kop en nu terug bij je natuurlijk. En dan, ja, ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze laten niet in hun kaarten kijken, nu nog niet. Gadret en Arnouds en dan is Lamalik. Een rondetijd van 6.38. De vorige ronde was 6.40. De openingsronde was tot dusver de rapste. Dat was 6,5 minuut. Dat was eigenlijk onder impuls van die voortvarende Lamalik. Sven Wild van de Kop. Die de Koppenberg niet echt goed kent en daardoor dacht, ga dat hier een keer proberen. Op 36 seconden aan het groepje Fransooi met Groenendaal, die gewoontegetrouw naar voren rukt. Hier dan Klaas van Tornhout in gezelschap van Sven van Tornhout. Met een klein beetje een belabberd gezicht. Van Tornhout zijn uitleg voor zijn wat minder presteren is misschien iets te ver geweest in mijn voorbereiding. Te veel gegeven. Zou kunnen natuurlijk. Hè. Dus als je hem ziet, dan zou je zeggen van het is echt een voorbeeld, professor. Zo mooi scherp afgetraind. Te mager? Maar misschien wel, dus dat zal de toekomst uitwijzen. Dus als hij zich kan herpakken tussen dit en 3 weken, is er niks gebeurd. Maar dat 2 maanden in beslag gaat nemen. Dus niemand kan dat nu al bevestigen, hoe lang dat gaat duren. Vervecken komt hier voorbij op 1 minuut. Laten we dat maar normaal noemen. De tijd van Vervecken is doorgaans december. Hij is die overpakt. Bondscoach De Bier liet ons na Tabor ook al weten. Die twee mannen verstaan elkaar goed, hoor. En voor de rest is Gadret terug. Ja, hetgeen dat ze laten zien hebben daar in Tabor, samen het gaatje dichten, dat is echt heel grote klasse. Wat ze toen gedaan hebben, is misschien wel het mooiste dat we gezien hebben al dit jaar. Ik vond dat gewoon prachtig. Dat je dat kunt dichtrijden, dat gaatje echt ieder zo beurt op kop komen. En het was echt wel nodig van samen te werken voor dat gat te dichten. Zlamalik is een prille twintiger, Groenendaal is een rijpe dertiger, 34 ondertussen al. Maar wil absoluut blijven doorgaan tot het helemaal op is. Zo'n carrière als Van der Poel, zegt hij, dat moet bij mij ook wel lukken. En geloof me, de Nederlanders zullen hem nog wel een paar jaar kunnen gebruiken. Al geloven we, als Lars Boom voor deze sport kiest, dat hij snel gaat doorschieten. Samen met Albert, want dat is ook een absoluut fenomeen. Amai. De twee volgen op een seconde of 6. Gadret en Arnouds. Nu kunnen we een fietswissel gaan verwachten van Bart Welles. Zo dadelijk over 1 minuutje zeker, hè, zijn ze terug aan de materiaalpost. Ja, het is in feite ook een interval, de cross. Hè? Ja, dat blijft duren. Hè. Dus, ze rijden naar boven en ze komen naar beneden. Dus alles komt terug. Maar ook constante druk, zelfs in die afdalingen. Ja, ze doen hem eigenlijk in 2 keren. Hè. Dus ze rijden halverwege de Koppenberg op. Dan gaan ze er eigenlijk terug af en dan pakken ze hem nog eens een keer. Het is wel heel, heel lastig hier, deze cross op de Koppenberg. Ja, af en toe kun je spreken over een klein beetje recuperatie, maar heel soeps is het niet wat dat betreft. Daar op de Palenperk, daar is een stukje helling naar de Watertoren en dat is verdomd stijl. Daar gaat Nijs zijn sprintjes uitpersen. En wat doet hij ook? Op deze manier even wegrijden van Welles. Een tussensprintje en dan zeggen ik neem afscheid. Maar voor hoe lang?
En dan moet er gewisseld worden, Renaat. Ja, het gebeurt voor mijn neus. Het is de vader van Nijs die de fiets aanneemt. En hop, hij is weer weg. Ook Welles gaat de pits in voor een geplande wissel. Daar komt die wissel. Vader Lucien, fiets aangenomen. Welles weer op weg. En Gadret profiteert daarvan om door te schuiven naar de tweede plaats. Voorsprong van Nijs op de top van de Koppenberg. 6 seconden op Gadret, 8 seconden op Welles. Dan gaapt het gat. Arnouds is ook de boksen binnengereden. Ook hij neemt een nieuwe fiets. Er wordt druk bekokstoofd achter de schermen. Welke bandenspanning steken? En Arnouds die volgt nu op 20 seconden. Dan kijken we, zien we Zlamalik. Ook hij is de pits binnengereden na de fietswissel. Passage op de top van de Koppenberg. Zlamalik nu al op 28 seconden. En dan een enorme kloof, een pelotonnetje aangevoerd door Komijnen en Groenendaal en Franshoi. De actie van Sven Nys, commentaar herijs. Ja, hij keek, hè. Dus hij keek naar Bart en hij zag dat er eigenlijk een klein gatje was en hij vertrok maar. 6 seconden. Ja, dus dat wil nog niks zeggen. Je moet pakken, het is een kwestie van klein details nog. Ik heb de indruk dat Sven geweldig sterk is bergop, maar dat Bart toch wel een beetje meer risico's durft nemen in de afdaling. Zeg, en dat volk, en dat is die haak van mensen links en rechts, voel je dat? Of schakel je dat uit? Dat weet ik niet. Maar je hebt er toch zelf ook tussen gereden? Ja, maar ik weet niet. Het zal wel iets doen, hè, dus, maar het is een kwestie van nu, van overeind te blijven en proberen eerst aan de mee te komen. Renaat. Achterstand van een groepje met Vervecke en Van Toerenhout op de top. 1 minuut en 10 seconden. En Anne Daalmans die volgt op 1.20 van de kop van de koers. Nijs met een prik. Laten we het voorlopig daarbij houden. Wel is die niet panikeer. Mag hier nooit doen. Even inschat waar Gadret zit. En we zien wel eens nog wel terugkomen. Ja, hij is geweldig rap berg afgereden, hè, dus, want je moet pakken. 10 seconden. Hij is achter Gadret naar beneden gekomen. En je ziet waar Gadret nu zit. Gadret 10 seconden. Arnouds 14 seconden. Het zijn allemaal habbekratsen. Maar als je jezelf tegenkomt, dan kun je hier een formidabele oplawaai krijgen. Nee, hij houdt het tempo wel strak. Jawel. Wind in de rug daar. Ja, het wordt zeker niet kleiner. Hè? Dus, nee. Het stabiliseert zich. Heb je ook al gemerkt dat Nijs, daarnet was het toch het geval, met een witte fiets reed? Heeft hij misschien gewisseld en rijdt hij nu met een zwart tuig? Nog 5 ronden zometeen. Einde van deze straat, de Bergenweg. Even checken, waar blijft hij? Nijs, beter indruk latend dan in Sint-Michielskerstel, want daar was het eigenlijk niet echt veel soeps. Daar was deze Bart wel eens duidelijk de betere. En die volgt nu op 5-6 seconden. Kijken naar het verschil met Gadret. En dat is 14 seconden. En hier de moedige Bart Arnouds uit Essen. Dat zijn er 20. Rondetijd 6:39, dus een egaal ronde verloop in ronde 3 en 4. Dus nu is het echt man tegen man. Hè. Dus, Sven zal geleidelijk het tempo wel opvoeren nu. Hè. Als je ziet dat je een gaatje hebt op Bart Welles, daar moet je iets mee gaan doen. Ook al moet je toch rekening houden van waarom heb ik het gekregen, dat gaatje. Is het van miseren of is het van gewoon gekregen te hebben? Als er dan al verschillen zijn, je mag me verbeteren, Paul, graag. Nijs kan een hoog tempo egaal aanhouden van start tot finish. Hij rijdt meer op impulsen, op die tussenimpulsen waarbij je tempo plots opjaagt. Ja, dat is volkomen gelijk. Dus maar je moet pakken, als ze bijeen hadden gebleven, dan had het voorlopig gedaan geweest. En nu is er toch een tempo en wordt er echt een zwaar tempo opgelegd en is het man tegen man. Dus maar als ze in het wiel zitten, ja, dan is het gewoon wikken en wegen en wachten totdat er iemand een slippertje maakt of een klein foutje maakt. Dat doet hij uitstekend, hoor. Goed naar boven rijden, uitstekend tempo maken. En heb ik de indruk dat wel eens een tand groter staat, of is dat een misverstand? Renaat. Ja, Michel, voor wat het waard is. Ik ben even polshoogte gaan nemen in de verschillende boksen waar aan de bandenspanning gewerkt wordt. Dus Welles die rijdt rond met 1 kilogram 7. En Welles, Nijs rijdt rond met 1 kilogram. Ik verwar, hè. Ik moet even recapituleren. Nijs met 2 kilogram, Welles met 1 kilogram 7. Paul mag analyseren. Ja, dat is iets meer druk natuurlijk dan Nijs redt. Dat wil zeggen,
In principe, hoe raar dat het ook klinkt, met iets meer druk kun je in principe harder naar beneden rijden. Mm-hmm. Dus zachtere tube is moeilijker voor naar beneden te rijden. En waar je daar voordeel bij hebt, dat is natuurlijk in de weide, dus met zachtere tubes. En ook eventueel vergrip te krijgen bergop. Zlamalik, die gaat het nog lastig krijgen om top 10 te halen, geloof me. Groenendaal is op komst. Van Oppen heeft zich in dat wiel van Groenendaal genesteld in de wetenschap dat je dan goed ziet, dat je dan stelselmatig opschuift. En François is moedig zonder meer. Daar zien we Tim van Uffel komen in de achtergrond. En dan een krampachtige Komijnen, meende ik te herkennen, maar dat is onder voorbouw. Nijs, en waar is Welles? Dat wordt groter. Inderdaad. Dat is dus een slechter teken natuurlijk. Hè. Als het iets groter wordt. Dus als dat nu hetzelfde moest gebleven zijn als daarnet, hè, dus een seconde of zes zo, hè, dan zou ik zeggen van hij is ermee aan het spelen. Dus hij kan daar nog naartoe kletsen. Maar het mag niet groter worden, want dat je hier op de Koppenberg al 15 seconden moet gaan dichtrijden, dat is al niet veel te lachen meer. Hè. Het zijn nu 10 seconden. Laten we zeggen dat die voorsprong nog verdubbeld is. En hij doet dat nog altijd perfect. Ja, hij reed hier nu sterk omhoog. Hè, dus dat is een passage waar ze strak gelopen hebben. En, ik heb ook de indruk dat de atleet Nijs nu op het toppunt van zijn kunnen is. En die 10 seconden, dat gaan er 12, 13 worden op deze manier, Bart Welles. Ja, Nijs is hier heel soepel omhoog gereden. Dus, Wat doet André Meegang? 14 seconden al afdrukken, Renaat. Renaat. Ja, hilariteit in de materiaalboxen. Erik Meijneer die kan Sven Nijs, hij is gedubbeld Erik Meijneer, al eventjes volgen. En Bart Welles die volgt nu op 15 seconden bij het binnenrijden van die materiaalzone. Bevestiging van wat je daarnet zei, Michel. Die voorsprong van Nijs groeit. Cadré die is probeert terug naar dat wiel van Bart Welles te rijden. Hij volgt op 7 seconden van Bart Welles. En toch heb ik veel respect voor Erik Meijneer. Renaat, want die heeft ondertussen al jouw leeftijd hoor. Die is 35. Dat is nog altijd een goede 9 jaar ouder dan Bart Welles. 27 en deze Nijs 29. Wanneer ben je op je best als crosser? Dat moet toch richting 28 zijn zeker. Hè? Dus je kunt er eigenlijk niks op plakken. Want Jan Albert, Niels Albert, als je die nu zou loslaten bij de deze. Hij zou dus meespelen en de kerel is amper 20 jaar. Het is dus een probleem geweest. Al deze crossers hebben getest. In totaal andere omstandigheden, dan is die regenbui gekomen en dan komt die miserie. Wat moeten we nu in godsnaam doen? En dan zien ze eigenlijk in de fout gaan in de eerste ronde, ja, door de verkeerde materiaalkeuze te nemen. Renaat. Achterstand van Van Oppen en Groenendaal op dit moment 1:08. Zlamalik die blijft verder wegzakken. Nu de pits binnengegaan, die volgt op 1:15. Een lus of twee is hij al verder. En we gaan hier een voorlopige tussenstand opnemen bij de passage. Dat lijkt mij het nuttigst. Je hebt bij Nijs ook nooit het moment, of één moment, de illusie dat hij gaat ineens staken. Nee. En ondertussen is het ook al wel 20 seconden geworden. Hè? Daar komt hij uit de bocht. Er ligt een straat voor. Maar we hebben in Tabor geleerd dat je hem nooit mag afschrijven. Nee. Band. Ja, maar hier kan alles. Hè. Op deze cross is alles nog mogelijk. Voilà, het is een 15 seconden, dat blijft stabiel. Dit is Cadré. Die jammer genoeg ook wat te veel naar de weg gaat overhellen. Erik de Vlaming ziet dat niet graag. Dit is Arnouds, maar je zou anderzijds wel kunnen zeggen, het is wel knap dat topcrossers ook ver komen op de weg. Ja, maar het is zo moeilijk voor het te combineren. Hè. Het is totaal verschillende trainingen. En ja, wil er uithalen wat erin zit van in één dezelfde discipline, dan gaan we toch niet echt samen. Ik kan het niet goedkeuren van alles mee te pakken. Gelijk François nu ook, een hele goeie wegkruier, een goeie cyclocrosser. Maar je kunt niet zeggen dat hem in iets uitblinkt, hè, want dat moeten we nog zien. Nog 4 stuks. Bij de volgende passage. Dat wil zeggen dat we al een beetje over half cross zitten. En dat zie je ook aan de wedstrijdduur. Het waren 15 seconden. Een ronde van 6:31, dus een rappe ronde van Nijs. Dat wil zeggen dat ook Nijs nog altijd rap rondrijdt. Wel eens dus, wil ik zeggen. 14 seconden. Ja, er zat ook nog een soort stretchbeweging te doen.
je moet pakken. Dit is een extreme cross die daar raar of zelden, die gaat het bijna niet meer tegenkomen dit jaar. Maar ja, vandaag zit je ermee en je moet naar boven op de Koppenberg. Gadré op een halve minuut en hier is Arnouds op 36 seconden. Het is gebeurd, Paul. Ja, ja. Er moet al een aardverschuiving komen, wil Nijs hier nog verliezen. Ja, ik zeg het. Hij had er moeten aan knabbelen aan de achterstand. En als dat niet gebeurt, op één ronde zie ik hier zoiets niet gebeuren. Van dat gat nog dichtrijden. Dus waarschijnlijk, hoe spijtig dat het misschien ook is voor bepaalde mensen, is het misschien vandaag niet voor wel eens. 22 seconden. 23 seconden. En Gadré nu pas de berg en weg op. Gadré die dus vorig seizoen tot een nieuws verrassing won in Vossen. En dan Arnouds en een gedubbelde medemens. Gadré op 50 seconden. Arnouds, dat gaan er 55 worden. En dan een eeuwigheid hoor. Ja. Ze zijn zo ver weggereden van de rest. En dit is hem wel eens, maar hij heet Geert en daar is Nijs. Dus Geert, die profdromen eigenlijk al een klein beetje uitgeschakeld. Nu koersen bij de elite zonder contract, weliswaar in de kleuren van Fidea. Maar niet meer zoals voorheen, levend voor zijn sport. Weten dat hij voor een andere keuze moet kiezen. Ja, ga ook, en kijk naar het verschil. Ga ook werken natuurlijk elke dag. Dus, en dan nog de zware stiel van Vloerder. Dus, pijnlijk voor de rug. Jawel. Daar is zijn broer en Renat. Ja, Geert die bewust of onbewust een beetje inhield voor de kasseitjes erop zaten. De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat ik hem onderweg heb te voet zien staan met een lekke band. Dat verklaart voor een deel zijn grote achterstand. De achterstand van Bart Welles die is groeiende. Nog altijd niet voorbij aan de kassei. Daarnet was het 22 seconden. Die zijn nu al voorbij Michel. Dus ja, het ziet er naar uit dat Nijs hier gaat winnen. Voorsprong bij het opdraaien in het veld. Nijs wel eens het verschil. 32 seconden nu. De koers is gereden en hij gaat op weg naar een zevende overwinning. En niks aan zijn lichaamstaal, niks aan dat aangezicht verraadt dat hij ook maar afziet. En dat zal toch wel zijn, want op die Koppenberg kun je niet boven geraken zonder dat je een keer in je binnenste gevloekt hebt. Renat. Gadré die verzwakt voorlopig niet, volgt op 53 seconden, dus Welles moet daar nog oppassen. Arnouds nu op een minuut en drie, zo kwamen ze voorbij op de kasseitjes. Hier is Groenendaal. Hij is aan het komen, ze. Wel op zijn manier natuurlijk, maar hij gaat een mooie prijs behalen. Hij was ook al goed in kalmthoud. Het stoorde hem daar een beetje dat hij met een paar slepers aan het wiel zat, zoals Van Oppen. Heeft hij nu blijkbaar kwijtgespeeld, Renat. Ja, het verschil tussen Arnouds en Groenendaal nog altijd 17 seconden, dus die moeten eerst nog overbruggen. En hij is nog altijd even zwierig. Ja. En de juiste keuzes makend, het traject lezend. Daar nog een stukje bereidbaar. Dan een soort van diagonaal trekken om boven te komen en hij doet dat. Ook niet vergeten dat hier al drie andere crossen overgegaan zijn op dit stuk van het traject, Renat. Ja, Zlamalik met een tussensprintje op die kassei van de Koppenberg volgt nu op 1.53, is voorbij Van Oppen gegaan. Nu draait hier ook Van Gils op. Die volgt al op 2 minuten. Elke ronde weer komt daar weer een heel pak seconden bij de gebruikelijke verschillen. Wij kijken naar de gebroeders. De gebroeders wel eens. Onze Geert, die de Bart groet. Veel zullen ze elkaar niet te vertellen hebben, want ook dit is lastig. Ja, weinig. Nu zeggen ze niks tegen elkaar natuurlijk. Wel eens die een beetje geïrriteerd was in Sint-Michiels-Gestel, had daar duidelijk de betere benen dan Nijs. En wilde graag dat Nijs meewerkte om de rest eraf te schudden. En dat deed Nijs niet, want die wist meteen hoe laat het was. Wel eens is te sterk. Als ik overpak, ja, dan heb ik prijs. En dan vond ik dat hij toch een beetje te veel kabaal maakte, Bart Welles. Te vaak in beeld. Een wegwerpgebaar maken. Staat niet zo mooi. Zien we liever niet. Renat. Ja, nu de cross in een beslissende plooi lijkt gevallen, lijkt het me een goed idee om te vragen hoe het met de bonchcoach is. Rudy de Bie, bent geblesseerd? Ik ben geblesseerd, maar toch geniet ik nog van de wedstrijd. Welke blessure?
Ik heb mijn schouders is een spier en een pees afgescheurd. En, maar ja, dat is niks. Dat wordt morgen geopereerd. Toon Klaas gaat dat goed arrangeren. Wat vindt u van de suprematie van Nijs weer vandaag? Wat ik ervan vind, ja, dat is fantastisch. Hè. Dus, ja, vandaag is de wet van de sterkste duidelijk. Maar niet tegenstaande, Bart weert zich enorm. Een mindere start gehad, ik ken de reden niet echt. Goed teruggekomen, maar dan ja, is het toch duidelijk Nijs die de betere is vandaag. Heb je de wedstrijd een beetje kunnen volgen? Want hier is nog meer volk dan vorig jaar. Ik denk ja, 12.000 of zo. Ja, ik denk dat we stilaan een plaatsje moeten gaan reserveren ergens. Voor de pers en voor de coachen en de ploegleiders om te blijven in de koers zien. Dankjewel, Rudy. Het klopt inderdaad, Michel. Het wordt al maar moeilijker om dicht bij de omheining te komen om de renners voorbij te zien flitsen. De cross is een hoogvest. En dat duurt van september tot februari. En als deze twee elkaar zo gaan blijven bekampen, en daar komt straks nog een Albert bij, dan zien we dat nog vergroten, dat enthousiasme. Ja, en de voorsprong is ook aan vergroten, vermoed ik. Wij klokken af. En het duurt en het duurt. We gaan naar de 35 seconden, zeker. Daar die bocht nog nemen. En de chrono blijft maar lopen. André Meegank wijst met het vingertje. Tak! 44 stuks. Ja. Een eeuwigheid. Hij gaat naar de laatste ronde. En ik zou graag met belangstelling de outprint van zijn hartslag eens willen bekijken. Hoe vaak zou hij vandaag in het rood geweest zijn? Dat kunnen we natuurlijk naar gissen, zoiets. Heeft hem voluit gegaan. Het mag bijna niet, dus, want van het moment dat je er één keer durft overgaan, kan het goed zijn dat je niet meer herstelt hier. Omdat alles naar elkaar komt. Nee, hij is gewoon gedreven en hij is getraind. Ja, echt ongelooflijk, zal ik maar zeggen. Nog altijd zeer lucide, alles goed inschattend, anticiperen. Altijd een meter of 10, 15 vooruitkijkend. Ligt daar nog ergens een sleuf die ik moet vermijden? Want het kan hem altijd overkomen, zie maar Sint-Michiels Gestel. Toen hij daar plots in een ambetant putteke terecht kwam. Ja, ja. Meer was er niet nodig. Dus, maar op een vlakke cross is Bart toch wel heel sterk voor de moment. Hè. Dus hier vandaag bergop. Ja, hij is geklopt. Punt dat en gedaan. Dus, maar als het een vlakke koers is, schat ik hem heel, heel hoog in. En hij gaat nog veel koersen winnen dit jaar ook. Kateré en... product in feite van Cyril Guimard, die, als u zich dat nog goed herinnert, ook het crossen combineerde met het wegwielrennen uit Calais. Maar dus uitkomend voor Roubaixien, dat was vroeger het geval, voor zijn Jacques-Tadzi-periode. Laatste keer het steengat achter de rug en nu nog eens een keer doortrekken op de Koppenberg. En genieten. Ja, de strijd is natuurlijk gestreden. Hè. En dan dat bewustzijn. Oh, ik ben toch de betere. Want ook een topsporter twijfelt veel, hoor. Ja, die hebben niks nodig, hè. Dus misschien een beetje negatieve commentaar links of rechts. Oh, zoveel lange tenen. Ja, 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 natuurlijk. En, ja, ze zijn zo prikkelbaar. Renat. Ja, ik heb nog een laatste top genomen in het veld. Die tweede plaats van Bart Welles die is zo goed als zeker. Want het verschil tussen Welles en Gadré. Een halve minuut. Daar staat vader. En dan heb je Jos die zijn fiets aangeeft. Vader heet François Nijs. Nijs zonder puntjes, dus geen gestipte ei. En dat is gewoon een misser geweest van de functionaris op de gemeente. Groenendaal is de piste. Ja, Arnouds op een meter of 35, 40. Toch de man, de revelatie van de dag, toch, hè? Bartje Arnouds. Hier op zijn leeftijd zo een beetje mee komen spelen. Altijd in beeld geweest, een heel uur lang. Jawel, proficiat. Toch eens even checken of die hier vorig jaar al niet in de top 10 eindigde. Nee, dat is niet het geval. Toen was het Nijs, Groendel, Gadré, toen ook al derde. Komijnen, Van Uffel, Jessek, Mario de Klerk, die toen nog meedeed, Peter. Sven van Toerenhout, Erwin Vervek en Peter van Zandvliet. Nijs dit seizoen al de beste in Aalter, in Harderwijk, in Zonhoven, in Lebbeke. En dan de grote confrontaties in Kalmthouten, in Tabor. Tweede in Ruddervoort, de tweede in Sint-Michiels-Gestel. En genieten. Amai.
En dat op de Koppenberg. Ja, hij doet dat dus niet rap. Zoiets een beetje sjouw verkopen. Dus maar de Koppenberg was voor hem overduidelijk. We wisten dat hem hier graag zou winnen. En als dat dan lukt, ja, dan zijn ze dus echt wel content. Hij kan nog amper zijn handen aan het stuur houden. Ja, hij voelt nu duidelijk dat hij de baas is. Hè? Echt de maat genomen van Bart Welles. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dat deed hij eigenlijk ook al in Kalmthout, want daar was hij ook kop en schouders beter dan de rest. Je kon twijfelen na Tabor, want die lekke band van Welles, weet je wel. Maar nu, kijk naar dat snoetje. Je ziet geen spatvermoeidheid op. Nee, nee. Hij heeft u vandaag rondgereden op mee overschot. Zeven stuks, 7 op 11. Daar wil je voor tekenen voor het seizoen begint. Amai. Zeker weten zoiets. Als je dat kunt verwezenlijken, ja, dan... ja, het is de wereldkampioen. En dikwijls rijden die mannen op een heel, heel hoog niveau. Van de een naar de andere overwinning. En hij neemt er zijn tijd voor. Dat heeft hij ook wel een beetje geleerd. Naarmate de jaren vorderden. Af en toe ook al eens meer met zijn kopje spelen. En zand in de ogen strooien. Ja, ook al zat hij kapot. Heeft hij ons verteld bij de passage in de boksen. Een gaaf gezicht trekken. In de wetenschap dat ze daar dan dachten van, oh, zal wel goed zitten zeker. Ja, ja. Maar andersom ook, hè. Nu volop genieten en wat theater verkopen. Dat is de nieuwe Nijs. Heeft hem bijna, ja, voor mij is dit nieuw. Ik ken Nijs zo niet, dus maar het is natuurlijk een stap vooruit. Hè. Als vedette hoort er dan nu eenmaal bij. Nijs wint voor de derde keer in zijn carrière Koppenberg Cross. En komt daarmee op kop in de voorlopige all-time ranking. Samen met Peter van den Abele. Wie is de beste crosser van het moment? Deze man. Je hoort René Vermeijer zeggen, wij wachten. Ik schat een goede 40 seconden. Hier is Bart Welles. Ja, heeft de laatste ronde niet meer doorgereden. Sven Nijs. Tegenover dat Bart toch nog een beetje moet trappen. Dus Gadret zit niet zo overdreven ver achter hem. Dus het zal toch wel 40, 50 seconden zijn zeker. Het is in elk geval een stuk beter dan vorig jaar. Toen hij hier op 4 minuten binnenkwam. En onmiddellijk na het overschrijden van de streep rechtsom een keer maakte. Hij is nu wel helemaal anders. Hij wordt tweede. Ja, maar hij heeft goed gereden, hè. Dus daar niet van. En ik schat hem dus zijn kansen op een vlakke omloop nog sterker in. Zoals tegenover vandaag. Bergop is Nijs vandaag geweldig sterk voor de dag gekomen. Hij wordt tweede op 58 seconden. Ik was ook al tweede in Kalmthout en in Zonhoven. Telkens na, jawel, Sven Nijs. Hier is Gadret. Net als vorig jaar een hele knappe derde op de Koppenbergcross. Dan mag je mee op het podium. En tevreden natuurlijk. Hè. Nou, die twee kleppers van ons. Nijs wel eens, als je daarbij mocht. Zeker ook gezien het feit dat hij Paul heel lang meegedaan heeft op de weg. Mag je wel stellen dat hij het bijzonder goed voor de dag gekomen is. Hier is Groenendaal. De vierde plaats op de Koppenberg is in elk geval een stuk beter dan die elfde in zijn eigen Sint-Michiels gisteren. Op 1. 37. Daar komt Arnouds, die vijfde plaats goed vastgehouden, maar hij had voldoende voorgift. Was ook al zesde in Ruddervoorde. 12e in Tabor. En met deze vijfde plaats gaat hij nog een stukje meer zijn kandidatuur in de verf zetten voor de volgende selecties van de Wereldbeker. Daar komt Frans Hooy. Een vaste waarde, hè? Bart Arnouds in de selectie. Dus. Voilà. Frans Hooy wordt zesde op 2 minuten 20. Redelijk leeg, hoor. Zijn aangezicht stond op 6:30. Hier is Tom uit Ham. Van Oppen dus. 2,5 minuut. Hier is Wieland van Gils. Negende. Op de negende plaats, ex-Europees kampioen. En dan is het uitkijken naar de massa die de Koppenberg afrolt. En hier is Lamalik, die dan toch nog uiteindelijk tiende wordt. Ja, de man die de debatten opende. Ja, volledig in de aanval, in de attack, de eerste ronde.
En dan wordt er nog gesprint voor de 11e plaats, als ik goed geteld heb. Of is het de 10e plaats? Vervekken. Dus Slamalik 9e. Vervekken, maar die moet nog opletten voor Van Tornhout. Vervekken nog net voor Van Tornhout en Van Tornhout. Ja. En Renati heeft Nes. Ja, klopt Michel bij de nieuwe keizer van de Koppenberg. Derde overwinning voor jou hier. Evenaard Peter van den Abele. Houd je je daarmee bezig met zo'n record? Ik wist wel dat Peter hier heel dikwijls gewonnen had, maar het is gewoon mooi om nu al de derde steen op de schouder te kunnen zetten. Ik ben hier heel trots op. Ik heb dit met rood aangeduid. Ik had het ook op voorhand gezegd. Ik wil hier vandaag winnen. En anders was het een teleurstelling. En ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben er heel, heel trots op. Het zag er heel makkelijk uit, maar dat was het ongetwijfeld niet. Iemand die de beste benen heeft, die rijdt hier het makkelijkst rond. Dan kun je trappen waar je wilt, kunt je recupereren waar je wilt. En ik heb dat gevoel hier al een paar keer gehad en dat geeft echt vleugels. Ik zag veel nervositeit in de materiaalzone. Ja, de juiste bandenkeuze was hier vandaag heel belangrijk. Dat denk ik wel. En, Richard heeft voor mij enorm veel werk geleverd de laatste weken. En ik heb een profiel waar ik hier fantastisch mee rondvlieg. In het begin was het even aanvoelen, want dat is voor mij de eerste keer dat ik ermee reed. Maar schitterend. En, die afdaling was heel belangrijk om de juiste banden te hebben. En ze bollen dan ook nog goed op de weg. Dat is een droom om met te fietsen. Zeg jij nu, na zoveel jaren, kan ik nog altijd iets leren van een Richard Groenendaal? Nee, het is niet Richard Groenendaal, het is Richard Nieuwenhuis die voor ons de banden maakt. En, trouwens, Richard Groenendaal rijdt er ook wel mee, maar je kan altijd iets leren. Ik word volgend jaar 30, maar zelfs op mijn 40 zal ik nog dingen leren die ik misschien wel kan gebruiken. Je weet dat wij graag lijstjes bijhouden. Het is nu 7-6 voor jou. Hè? Nijs wel eens. Nee, je doet maar. Het is mooi voor de statistieken, maar ik ga twee weken het rustig aan doen nu. Ik had dit aangestipt als mijn laatste hoofddoel voor de eerste periode. Ik ga zeker volgende week koersen, dat is duidelijk. Maar voor mij was dit echt het hoofddoel van september, oktober. En relatieve rust inbouwen nu. Ik kan terugblikken op een schitterend voorseizoen, zoals we zeggen. Nog één vraagje. De jongste jaren hebben we gezien, wie won op de Koppenberg met later wereldkampioen. Oh, dat zou mooi zijn, maar daar lig ik echt niet wakker van. Voor mij was dit een hoofddoel. Nu nog niet? Nee, nu nog niet. Dat is nog vele maanden verder. Maar ik had dit als hoofddoel. Dat stond voor mij naast het wereldkampioenschap van Zeddam. Dit is een schitterende cross die blijft bij het hele jaar lang. En ik heb hier gewonnen en daar ga ik echt een hele week van genieten. Proficiat met deze overwinning. Dankjewel Sven voor deze reactie. We gaan in één ruk door naar de tweede van de dag. Daar zit hij uit te blazen. Bart, proficiat, een mooie tweede plaats. Maar ben je daarmee nu tevreden? Ik denk als je tweede bent, moet je tevreden zijn. Al zullen er weer al veel criticasters zeggen van dat mag niet. Maar ja, ik bedoel... Dat mag niet, waarom? Je moet alleen content zijn met te winnen. Ik ben ook graag alleen daar maar content mee. Maar ja, het is ja... Ik was gewoon vandaag niet goed genoeg. Je hebt het net nog gezegd, mijn benen liepen gewoon vol van in het begin. Ik heb er niet een moment heb afgezien, ik kon precies niet afzien. En ik denk niet dat ik één keer te veel heb moeten ademen. Ik heb een heel raar gevoel vandaag. Mijn benen liepen van in de start al vol, dan viel ik nog in de start. Moest ik eerst een groot gat dichtrijden. En ik voelde al van in het begin, van het zal niet voor vandaag zijn. Oké, je lijkt me teleurgesteld, maar positief is, je rijdt 3 minuten sneller dan vorig jaar. Ik bedoel, je bent 3 minuten minder achterstand op Nijs dan toen. Ja, maar vorig jaar, dat speelt geen rol. Ik bedoel, Kijk, ik nog misschien 1 of 2 minuten trager rijden als het jaar daarvoor. Dus nee, daar ga ik niet op verder. Gewoon het gevoel, ik had het afgelopen weekend het gevoel dat ik de sterkste was. Vandaag was dat niet zo. Dus we hebben ook voor de Koppenberg gezegd van hier wint de sterkste. En ik denk vandaag was hij de sterkste. Niet voor het seizoen, gelijk dat heel veel nu gaan beweren waarschijnlijk. Maar, op dit parcours, op een klimmend parcours? Op dit parcours, vandaag was hij sowieso de sterkste. Maar ik ben zeker van dat ik hem nog dikwijls ga kloppen. En ik zal ook nog dikwijls geklopt worden. Dus daar zal zeker niks van aan zijn. Trek jij ook net als Van Nijs een streep onder de eerste periode van het jaar? Was dit het veldrit voorseizoen? Kan je nu even relatieve rust inbouwen? Nee. Ik heb het er straks nog gezegd, van volgens velen is vandaag wint de man van de eerste deel. Voor mij is dat niet zo. Ik bedoel, het seizoen duurt tot en met februari. En wij zijn geen wegrenners met voorjaar en een tour en een najaar. Ik bedoel, wij moeten hier 4 maanden op en top zijn.
En als je nu al een streep kan ondertrekken, ja, ik weet niet of hij dan content is, maar ik zeker nog niet. En ik wil nog veel meer winnen. En, ja, vandaag is het niet gelukt en misschien volgende week terug. Wat vond je van de ambiance op de wedstrijd? Zoveel volk op de Koppenberg heb ik nog nooit gezien. Goh, het was enorm. Ik kwam bijna in mijn momenten niet vooruit. En ja, hoe dat de mensen nog tekeer gingen. Precies of ik was nog aan het terugkomen. Dus zo deden mensen. Dus het was enorm, enorm fantastisch als je daar nog naar beneden reed. Dus dat was toch nog wel een beetje positief aan dat ik toch wat aan het afzien was. Veel succes in de rest van het seizoen. Dankjewel, Bart. En dan de nummer 3, een Fransman, John Gadret. Félicitations, John, avec une très belle troisième place. Est-ce que c'était votre but principal? Oui, bah, le Koppenberg, c'est une course que j'ai déjà faite l'année passée. Donc, c'est une épreuve qui me tient à cœur. Et bah, je voulais montrer aux spectateurs que l'année passée, c'était pas un coup de chance. Et bah, cette année, j'ai démontré que bon, je fais encore la même place que l'année passée, mais je suis content. Ouais. Vous êtes vraiment un grimpeur. Quel est votre prochain but? La prochaine course, ce sera le Super Prestige à Amsog. Et bah, l'année prochaine, je rejoins l'équipage G2R. Donc maintenant, ça va être un petit peu plus difficile pour moi. C'est à moi de faire mon choix, donc je vais voir ce que je vais faire. Mais je pense que vous attendez surtout des parcours pour des grimpeurs. Quel est le prochain parcours pour un grimpeur? Bah, maintenant, mon prochain objectif, disons que ça sera Aspergaver. L'année passée, je fais 4e là-bas. Donc j'espère cette année faire un peu mieux et on verra. Felicitaties, merci John. Aan jou om te vertalen, Michel. Zijn volgende klimmersuitdaging, dat wordt Aspergaver. Aspergaver, daar was hij vorig jaar vierde. Hij kijkt ook uit naar de Super Prestige Cross in Hammershoggen. Maar, zegt hij, het wordt allemaal een beetje gehypothekeerd. Want ik moet volgend seizoen goed voor de dag komen. Want dan ga ik op de weg koersen voor AG2R. En vorig jaar was ik hier derde. Dat heb ik goed onthouden. En ik heb hier vandaag bewezen dat dat niet zomaar een gelukje was. Of een ongelukje, zo kun je het ook noemen. Dat is de uitslag. Nijs, Welles, Gadret, Groenendaal. Vijfde Arnouds, zesde Fransooy. Zevende Tom van Oppen. Achtste Wieland van Gils. Negende Zlamalik, 10e Vervekke, 11e Klaas van Tornhout, 12e Sven van Tornhout en dan op een 13e plaats Page, 14e Komijnen, 15e Simonek, dan Ausboer van Nuffel, 17e van Sandvliet, 18e en Jesek, 19e. Dat is wat wij hier genoteerd hebben bij het overschrijden van de aankomstlijn.